Dit is Flevoland met het regionieuws. De emoties liepen gisteravond hoog op bij een bijeenkomst voor bewoners van de Blaasbalg in Dronten-West, waar maandag de fatale schietpartij was. Daarbij kwam een 30-jarige man om het leven, twee anderen raakten zwaar gewond. De gemeente had de bijeenkomst in Sporthal de Beurs georganiseerd. Bewoners zijn woest dat instanties jarenlang niet ingrepen, terwijl de vrouw, die maandag is neergeschoten door de buurman, voor heel veel overlast zorgde. Deze buurtbewoonster was boos op de burgemeester. Omdat ik vind dat er dit voorkomen had kunnen worden. Omdat er heel vaak is aangegeven dat het een keer klaar is en dat het een keer te veel wordt. Ze zijn vanuit een andere gemeente zijn ze hier naartoe geplaatst, omdat ze daar al zoveel ellende en overlast hebben veroorzaakt. Ja, en dan vinden ze het raar dat het escaleert. Ik vind het niet raar. Burgemeester Gebben van Dronten erkende dat de gemeente en de woningcorporatie bekend waren met de problemen, maar zonder gerechtelijke uitspraak kon de gemeente volgens hem niets doen. De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel hebben busvervoerder EBS een boete opgelegd van 3,5 miljoen euro. Volgens de provincies vielen er afgelopen jaar zoveel ritten uit dat EBS de maximaal op te leggen boete krijgt. Ook dit jaar vallen er meer ritten uit dan toegestaan. EBS heeft te weinig chauffeurs. De jongeren die 3 jaar geleden in nazi-uniformen rondliepen in het uitgaansgebied op Urk zijn niet meer vervolgd. Uit onderzoek bleek dat er geen sprake was van nazi-gedachtegoed. Er heeft ook niemand aangifte gedaan. Het besluit om de jongens niet te vervolgen werd al in april 2022 genomen. Door een administratieve fout bij het Openbaar Ministerie is dat nooit eerder naar buiten gekomen. De gemeente Noord-East-Friesland heeft vanochtend overleg met het ministerie van Landbouw en Staatsbosbeheer over de 55 koninkpaarden die ze ongevraagd vanuit Flevoland hebben gekregen. Die beesten lopen in het Lauwersmeergebied van Staatsbosbeheer. Noord-East-Friesland wil ze daar weg hebben. Er is niet met de gemeente overlegd en de Friezen zijn bang dat de paarden klissen meebrengen. Dat zijn planten waar de dieren ziek van kunnen worden. Tot zover het nieuws uit Flevoland. En dan gaan we naar het weer met Robert de Vries. Robert, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het is wel echt herfst geworden, hè? Ja, zeker. En het is ook best koud geweest vannacht. Een graadje of 6, 7. En ik zag zojuist in het noordoosten van het land zelfs 3 graden aan de grond, net iets boven nul. Ja, dan merk je toch wel dat we echt richting de herfst gaan. En vandaag overdag, nou, is sowieso de zon er wel weer van tijd tot tijd bij. Temperaturen die gaan oplopen naar zo'n 15 graden. We krijgen ook wel weer te maken met een paar buien. Maar zoals gezegd, er is ook nog ruimte voor de zon bij een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Komende nacht dan denk ik in het zuidwesten van de provincie nog een bui. Voor de rest ook opklaringen. Het wordt opnieuw een best wel frisse nacht op sommige plekken. Misschien wel 5 of 6 graden. Bij een zwakke wind boven land uit het noordwesten. Op de meren blijft hij nog wel af en toe vrij krachtig. En morgen, nou, hier en daar een bui. Maar ook van tijd tot tijd zon. Een graad of 17. En als we een droge dag kunnen gaan verwachten, is dat de zaterdag. Goedemorgen, je luistert naar Flevoland is wakker. De emoties liepen gisteravond hoog op bij een bijeenkomst voor bewoners van de Blaasbalg in Dronten-West, waar maandag de fatale schietpartij was. Straks een verslag van de bijeenkomst. En aandacht voor de 36-jarige Johnny Day uit Lelystad. Het Openbaar Ministerie eist TBS met dwangverpleging tegen hem. Johnny Day wordt verdacht van het doodsteken van zijn moeder afgelopen december. Straks een verslag van de rechtszaak. Goedemorgen. Flevoland is wakker. De emoties liepen gisteravond hoog op bij een bijeenkomst voor bewoners van de Blaasbalg in Dronten-West, waar maandag de fatale schietpartij was. Een 30-jarige man stierf maandagmiddag op straat. Een 32-jarige man en een 39-jarige vrouw raakten zwaar gewond. Aanleiding was een burenruzie. De gemeente hield gisteravond een inloopbijeenkomst in Sporthal de Beurs, waar inwoners informatie konden krijgen en met elkaar in gesprek konden gaan. Zo'n 200 mensen kwamen daarop af. Nadat burgemeester Jean-Paul Gebben van de gemeente Dronten iedereen welkom heette, vlogen hem meteen de verwijten om de oren. Een van de buurtbewoonsters nam het daarbij op voor de verdachte die na de schietpartij is aangehouden. Hij heeft zo vaak aangegeven dat de maat een keer vol is en er wordt niks mee gedaan. Het is logisch dat iemand op een gegeven moment een keer doordraait. Want je wordt maar getergd en echt tot het uiterste gedreven. Net was de opening van de burgemeester. U viel best wel uit tegen hem. Waarom was dat? Omdat ik vind dat er dit voorkomen had kunnen worden. Omdat er heel vaak is aangegeven
dat het een keer klaar is en dat het een keer te veel wordt. Als ze zijn vanuit een andere gemeente, zijn ze hier naartoe geplaatst omdat ze daar al zoveel ellende en overlast hebben veroorzaakt. Die meneer is niet anders bezig geweest als hulp vragen. En weet je, van jongens, dit gaat een keer fout. Die man die heeft gewoon de grens bereikt. Ja, en dan vinden ze het raar dat het escaleert. Ik vind het niet raar. U kent de verdachte? Ik ken de verdachte zeker, ja. Wat voor man is het? Het is een hele vriendelijke man die altijd voor iedereen klaarstaat en zijn vrouw net zo. Ze zijn altijd bereid om mensen te helpen. Dit zit niet zomaar standaard in iemand. Die man is tot het uiterste gedreven. Ze zijn een keer de verkeerde tegengekomen. Ze zijn de verkeerde tegengekomen, maar heeft hij wel de dood moeten bekopen. Dat gaat dan een grens over? Ja, het gaat een grens over. Maar ja, ze hebben ook zelf de grens opgezocht, denk ik dan. Veel mensen in de zaal willen liever niet voor camera reageren. Sommigen doen daarom anoniem hun verhaal, zoals deze jonge buurbewoonster. En waarom ben je hier vanavond? Omdat wat er is gebeurd heel heftig is voor de mensen die hier zijn en nou ja, voor mijzelf ook. Ook al heb ik niet veel meegekregen, het is wel een soort van de angst die er nog is omheen hangt om überhaupt naar buiten te gaan. Of, ik ken de buren heel goed, dus dat is, voor hun ben ik hier. En ik wil graag informatie wat er eigenlijk gebeurd is. Je zegt ik ken de buren heel goed. Moet ik dan denken aan de slachtoffers, de verdachten? Nou, de slachtoffers heb ik vaak gezien. En ik ben ook wel buiten gaan spelen met hun dochters. Er wordt ook heel veel over onveiligheid gesproken in de wijk. Voel jij je nog veilig in je wijk? Niet echt. Ik weet dat de verdachte nu opgepakt is. Dat het daar niet meer gaat. Maar het gevoel dat dat is gebeurd in een wijk in Dronten, een klein dorpje in West, is gewoon heel beangstigend. En dan kan het elk moment waar dan ook gebeuren. Ik sta hier met burgemeester Gebben. U heeft zojuist een toespraak ook gegeven. Daar is ook best wel fel op gereageerd. Wat vond u daarvan? Ja, heel begrijpelijk. Dat is natuurlijk de emotie die bij mensen loskomt. Ik begin het wel even kort dat het gezin in zicht was bij de gemeente. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ja, onze gidsen jeugd waren ze in beeld. En we wisten ook dat de buren Russisch waren. Er was een andere vrouw die wat met een ander verwijt kwam, dat het voorkomen had kunnen worden. Is dat zo? Had het voorkomen kunnen worden? Ik weet dat dat de meest gemaakte opmerking is. Wij hebben honderden van dit soort burenruzies en dit soort excessen, dit soort vreselijke incidenten, komen maar heel zelden voor. Dus voorkomen is bijna niet te doen. Wat hoopt u dat de mensen die vanavond zijn uit deze bijeenkomst halen? Dat deze avond het begin is van een lang traject om met elkaar voor te zorgen dat de veiligheid in de buurt en het veiligheidsgevoel bij de kinderen en bij de ouders weer terugkomt. Burgemeester Gebben van de gemeente Dronten. Voor de buurbewoners is een telefoonnummer ingesteld als ze vragen hebben of zich onveilig voelen. Dat nummer is 24 uur bereikbaar. Het Openbaar Ministerie eist TBS met dwangverpleging tegen de 36-jarige Johnny Day uit Lelystad. Hij wordt verdacht van het doodsteken van zijn moeder. De verdachte zou haar vorig jaar december tientallen keren hebben gestoken, waarna zij in de badkamer van haar huis overleed aan haar verwondingen. Verslaggever Arie Meijer, die woonde de rechtszaak gistermiddag bij. Ja, Arie, goedemorgen. Kun jij ons vertellen wat er nou precies is gebeurd? Ja, goedemorgen. Ja, Johnny Day, hij wordt ervan verdacht zijn moeder met tientallen messteken om het leven te hebben gebracht. Waarschijnlijk na een ruzie op de begane grond van haar woning. Ze is gevlucht. Er zijn nog plukken haar van haar aangetroffen op de trap van haar woning. Ze heeft zichzelf ingesloten in de badkamer. En daar is ze uiteindelijk overleden aan haar verwondingen. De verdachte is uiteindelijk met de auto van zijn moeder naar Lelystad gereden, naar zijn ex-vriendin. Toen hij daar aankwam, zat hij nog onder het bloed. Hij had het mes bij zich en ook dat zat onder het bloed. En hij was zichtbaar in paniek, heeft zijn ex-vriendin verklaard. Vervolgens is de politie gebeld en zij troffen later het levenloze lichaam aan van de vrouw in de badkamer. En wat kwam er tijdens de rechtszaak naar voren over de mentale toestand van deze Johnny Day? Deskundigen hebben bij de verdachte vastgesteld dat hij een licht verstandelijke beperking heeft, dat hij leidt aan paniekstoornissen en een ernstige drugsverslaving heeft. En deze verslaving zou hebben geleid tot een psychotische stoornis. En wat trouwens opmerkelijk is, de verdachte gaf tijdens de zitting aan dat hij pas kort geleden voor het eerst besefte dat zijn moeder is overleden. Ja, en hoe reageerde hij gisteren zelf in die rechtszaak? Ja, de verdachte toonde weinig emotie, gaf vooral korte
antwoordde zij vrij weinig op vragen van de rechter. En zij zich ook weinig te kunnen herinneren van die dag. En wat opvallend is, hij ontkent niet dat hij de dader is. Wel keek hij tijdens de zitting strak vooruit met een nerveus trillend voetje. Ja, en één moment viel in het bijzonder op. En op dat moment was er wel emotie in zijn stem te horen. Dat was toen familieleden achter hem zaten te snikken door dingen die op dat moment gezegd werden in de zaal. Ja, verder dus weinig emotie te merken bij de verdachte. Emotie was er wel bij de oom van de verdachte. Hij kwam met een emotioneel betoog waarin vooral de vraag werd gesteld hoe dit heeft kunnen gebeuren en waarom hij dit heeft gedaan na alles wat zijn moeder voor hem heeft gedaan. Ja, en dan komen we op de eis. Wat is nou de belangrijkste reden dat het OM TBS met dwangverpleging eist? Deskundigen achten de kans op herhaling hoog vanwege zijn beperkte zelfredzaamheid en verslaving. Ja, en ze geloven dat hij een langdurige en intensieve behandeling nodig heeft die niet mogelijk is in de gevangenis of zonder dwangverpleging. En wat vindt Johnny D. zelf van die eis van het OM? Ja, hij wil zelf geen TBS met dwangverpleging. Hij verwacht dat hij, ondanks dat hij al 20 jaar verslaafd is, zijn verslaving kan overwinnen zonder die dwangverpleging. Hij wil vooral bij zijn kinderen zijn, geeft hij aan. Ja, of de rechtbank ook meegaat in de eis van het Openbaar Ministerie voor die TBS met dwangverpleging, dat horen we trouwens over 3 weken. Want dan doet de rechtbank, en dat is dan 2 oktober, dan doet de rechtbank uitspraak. Verslaggever Arie Meijer, dankjewel. Het plein in de Esplanade in Almere stad is de komende dagen weer het decor voor het grootste sportevenement van Flevoland, de Challenge Almere Amsterdam. Honderden triatleten komen daar vandaag, morgen en zaterdag in actie op verschillende afstanden. Zaterdag dan is echt de grote wedstrijddag. Nou, Almere is er helemaal klaar voor, al had de opbouw nog best wat voeten in de aarde. Jort Vlam van de organisatie. Erg mee. Het staat nu even zonnig, maar je voelt de eerste druppels alweer komen. Het is erg wisselvallig. We hopen dat het goed wordt tijdens de wedstrijden. Tijdens de opbouw hebben de jongens en meiden heel wat regen en wind moeten verstouwen. Dat zorgt ervoor de nodige problemen, maar het is er uiteindelijk toch allemaal klaar voor. Een van de grootste sportevenementen van Almere. Hoeveel mensen doen er mee? Ja, in totaal hebben we zo'n 3.500 mensen aan de start. Op de zaterdag bij de long distance en middle distance 2.500. En dan hebben we nog alle side events. Met de junior challenge, de business relay, de family relay, de senior challenge, de no limit challenge, de kids run. Al met al is het echt een sportief weekend voor iedereen en voor alle leeftijden en voor alle capaciteiten. En bij zo'n groot evenement komt heel veel kijken. Vandaar ook dat de opbouw behoorlijk groot is. Hoeveel man werkt hier aan mee? Ja, we zijn vorige week al begonnen met de opbouw. In totaal hebben we zo'n 800 vrijwilligers die hier rondlopen in het wedstrijdweekend. En een heel groot gedeelte is al de hele week actief. Dus ja, dat is een gigantische organisatie. We zijn er al een heel jaar mee bezig. Het is de 43ste editie van de Challenge Almere Amsterdam. Ja, daar komt er ontzettend veel bij kijken. We zijn een hele grote wedstrijd op de wereld. Triathlon, de naam zegt het al. 3 sporten, oftewel hardlopen, zwemmen en fietsen. Welke afstanden zijn er? Nou, als het gaat om de hele triathlon, dan is het 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en dan nog afsluiten met een marathon, 42,2 kilometer lopen. Je kunt ook een halve doen of een klein stukje daarvan. De family en business relay en de junior challenge zijn natuurlijk veel korter. Dus zo is er voor iedereen wat wils. Wordt het steeds populairder? Ja, we zien dat de wedstrijd elk jaar weer aan populariteit toeneemt. We hebben het Europees kampioenschap, dus dat brengt mensen uit heel veel landen hier naartoe. Ongeveer 60% van onze deelnemers komt van buiten Nederland. Dus ja, met zo'n 50 verschillende nationaliteiten hebben we echt een internationaal veld hier. Het zwemmen zal hier voor de deur gebeuren in het weerwater. Maar het hardlopen en fietsen rondom Almere of rond heel Flevoland? Ja, wat dat betreft hebben we best wel een unieke locatie. Want start en finish zijn op hetzelfde plein op de Esplanade. Het zwemmen vindt plaats in het weerwater. Het fietsen, daar gebruiken we eigenlijk heel Flevoland voor. We gaan helemaal richting Lelystad, Zeewolde en weer terug. Lange dijken, 30 kilometer, 1 bocht en weer in je lichtstuur. Dat is echt een uniek parcours. Ook nog eens beneden zeeniveau. Waar vind je dat in de wereld? En dan de afsluitende marathon rondjes om het weerwater over het voormalig Floriade-terrein. Ontzettend gezellig. Er zijn altijd heel veel verenigingen die langs het parcours staan, die de atleten aanmoedigen. En je passeert natuurlijk vele malen het stadion waar familie en vrienden juichen voor de atleet tot half 12 's avonds.
Ik hoor het in uw stem, ik zie het in uw ogen, u kunt niet wachten. Ja, dit is waar je het hele jaar naartoe leeft. Die wedstrijddag, dat is fantastisch. De atleten trainen daar het hele jaar naartoe. En dan met z'n allen, met 800 vrijwilligers, probeer je dan de beste ervaring van het jaar neer te zetten. En de glimlach van de atleet bij de finish, daar doe je het uiteindelijk voor. Jort Vlam van de Challenge Almere Amsterdam. Omroep Flevoland doet zaterdag live verslag van de Challenge. Tussen 7 uur 's ochtends en 5 uur 's middags kun je via televisie, de app, website, Facebook en YouTube de verrichtingen van de triatleten volgen. Berichten van buiten de provincie. Staatssecretaris Koen Radi van Justitie is in haar eerste Kamerdebat hard in botsing gekomen met de Tweede Kamer. Het debat ging over het contact tussen Ridwan Taghi en een handlanger in de extra beveiligde gevangenis in Vught. Ze waren door een fout op dezelfde afdeling geplaatst. Koen Radi wilde verder geen details geven vanwege de veiligheid. Dat er lijstjes worden gemaakt over hoe de indeling eruit zou zien en met wie zou zitten. Daar maak ik mij zorgen over. Dat is heel specifieke informatie. Ik wil voorkomen dat wij in heel specifieke situaties met elkaar in specifieke details praten. De staatssecretaris zei wel dat het contact niet is gebruikt voor criminele zaken. Kamerleden van regeringspartijen VVD en BBB namen daar geen genoegen mee. Ja, bewijs dat ook maar eens, dat het daar niet voor is gebruikt. Is bijna niet te doen, denk ik. Nee. Weet het niet. De Verenigde Naties hebben forse kritiek geuit op de manier waarop Nederland omgaat met mensen met een beperking. Zo is het openbaar vervoer niet goed geregeld voor mensen met een beperking en ook komen ze moeilijker aan werk. Dat merkte Roos ook. Ik ben bijvoorbeeld kleurblind. En als ik naar een ziekenhuis ga of naar een andere instantie en ze zeggen volg de rode lijn, maar eigenlijk kan ik het dan niet. Ik mis meer aandacht voor 600.000 mensen die door hun beperking niet aan het werk komen, maar waarvoor geen regeling is om werkgevers te dwingen hen aan het werk te helpen. En dus lukt het ze ook niet. Zouden volgens de VN heldere afspraken moeten komen waar Nederland zich dan aan moet houden? 600.000 Nederlanders hebben nierschade zonder dat zij dat van zichzelf weten. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Nierstichting. Zij wisten wel dat veel mensen nierschade zouden hebben, maar dat het er zoveel zijn, ja, daar schrikken ze van. Nierschade merk je niet. Je krijgt pas klachten als je nierfunctie nog maar 30% werkt. Daardoor weten mensen het niet. En ook heel veel mensen weten niet dat ze risico lopen op nierschade. Ze weten niet dat diabetes, hoge bloeddruk en overgewicht, dat je dan meer kans loopt. Daar word ik wel een beetje bang van. Ja, maar ja, als je het niet merkt, maar er gebeurt dus wel van alles in je lijf. Ja. Dat het niet goed gaat. Ja, je komt er dus altijd te laat achter. Eigenlijk wel. Ja. Ja, roken en te veel zout kan zorgen voor nierschade. Er wordt op dit moment wel onderzocht of er een bevolkingsonderzoek moet komen. Dat je het dus eerder ontdekt. Mm-hmm. Dat die schade aan je nieren dus sneller tot het aan het licht komt eigenlijk. Oké. Ja. Ja. De Democratische Republiek Congo wil op 2 oktober beginnen met het vaccineren tegen mpox. Dat is bijna een week eerder dan de bedoeling was. Nederland stuurt waarschijnlijk binnenkort 13.000 doses naar het gebied. Minister Agema is er eigenlijk op tegen, maar in de Kamer is daar dan weer veel kritiek op. Het zou echt roekeloos beleid zijn als wij in tijden van crisis en uitbraken niet doen wat nodig is om de gezondheid van Nederlanders te beschermen. En dat betekent in dit geval vaccins inzetten. Ja, omdat de Tweede Kamer dus wil dat er vaccins gestuurd worden naar Congo, gebeurt dat waarschijnlijk alsnog. Het land is het epicentrum van de uitbraak van mpox. Ruim 600 mensen zijn er al aan overleden. Dat waren wat zaken van buiten deze provincie.